Ja. Voor mij is het niet. De kaarten doen het niet. Hallo YouTube, zijn we weer. Ik ben Joost en ik zou zeggen, ga er even goed voor zitten, want deze week hebben we weer een keiharde aflevering. We hebben al twee keer geprobeerd om gratis naar een voetbalwedstrijd te gaan, en dat is twee keer niet gelukt. Dus we dachten deze keer, we gaan het gewoon een derde keer proberen. Oké, een Champions League wedstrijd. Dat klinkt echt super lastig. We hebben het ooit een keer geprobeerd bij NEC als Fox Sports presentatoren. Ja, de sfeer is hier fantastisch, hè, in Nijmegen. Denkt u dat het... Komen NEC Europa in? Ja, we doen het best. We doen het best. De mensen lachen hier, iedereen heeft er zin in. Wij zijn allemaal heel benieuwd wat ze gaan doen tegen toch wel goed presterende Willem II. Yes, ja. Oké. Ja, maar die liggen ze op binnen. Ja, dat is het. Ja? Ja? We hebben het een keer geprobeerd bij Brugge als Bibi, de mascotte. Ik heb even op de website van Club Brugge gekeken en hun mascotte is dus een beer, genaamd Bibi. Niels, we zijn nu bij de entrace. Ik vind het nu wel een beetje spannend worden, want we moeten nu naar binnen. Goedendag. Ja. Oké. Allee. Ja. De zitten te verlaten alstublieft. Wij moeten verlaten? Ja. Je hebt geen helder toegangsbewijs en je bent niet aangekondigd. Wij zijn nu onaangekondigd, maar Bibi is hier de mascotte. Nee. Sorry. Dit is Bibi. Ja, klopt. Nou, dan ga ik er weer vandoor. Nee. Hij moet ook mee. En deze keer gaan we ons voordoen bij Brugge als een oud speler. Dat klinkt echt als een onmogelijke opgave, maar we hebben een plannetje voor. En dit keer is ons plannetje om ons voor te doen als een oud speler van Brugge met het verhaal dat wij gratis een wedstrijd willen zien om onze favoriete team aan te moedigen. En daarom ga ik even naar een cafeetje om even een goed mailtje te sturen. Ik ben even op zoek gegaan naar een oud-speler van Brugge en ik ben bij hem uitgekomen. René Eikelkamp. René Eikelkamp is uit het jaar 64, dus een hele oude man. Maar hij heeft daar een paar jaar gespeeld. Ik heb namens hem een e-mailadres aangemaakt. Ik heb een mail gestuurd dat ik hem dus ben, oud-speler van Brugge. En ik heel graag naar de wedstrijd van morgen zou willen kijken. En ik heb een reactie gehad. Wegens een snelle verkoop kunnen we enkel nog plaatsen geven in de hoeken. Helemaal top dus. Ik heb dus mijn voorkeur aangegeven voor het vak 226. En ik heb zojuist een paar minuten later twee tickets binnengekregen in mijn mail. En het alles binnen een half uur oud. Het is zo bizar ziek. Dat je gewoon een e-mailadres aanmaakt, een mail verstuurt. En dat alles binnen een half uur gewoon twee gratis kaarten. Dat is echt bizar. Ik weet niet of het overal zo werkt. Maar bij Brugge is het in ieder geval zo makkelijk. Het is matchday. Op naar Brugge. We hebben twee tickets! En nu gaan we gewoon naar Brugge. Dit is keihard. Eén probleem hier alleen. Er staat op René Eikelkamp. Ja, hij ziet er niet uit als René Eikelkamp. Nee, wij kunnen niet door voor 55. Tenminste, nee. Ik kan niet door voor 55. Nee. Maar ik denk het goed gekomen. Ja. Ik heb er veel zin in nou. Fucking dikke game. Mijn favoriete stadion. Ik was hier een half jaar geleden ook. En dit keer gewoon met een solid plan. Ik vind het spannend, man. Ik zag daar vet veel politie staan. Maar ik denk wel dat we een goede strategie hebben trouwens. Ik denk als wij gewoon nu met de menigte meegaan, dus best wel al menigte, dan hebben ze het ook gewoon te druk en zien ze die naam waarschijnlijk ook gewoon niet staan. Ja. Voor mij doet het niet. De kaart doet het niet. Ik heb hier een bloeien mee. Hè? En dat hoor niet. Ik heb hier ook mijn telefoon. Ja, ja toch, okay. Het lukt gewoon. Dan geef ik die aan. Ongelooflijk. En de volgende is voor mij. Dit is voor hem. Yes! Oude vibe. Dit is het allermakkelijkste item nooit gehad. We deden het eerst met een bibipas. Wat deden we moeilijk. Doe dus één beeldje en je bent er. Zo makkelijk gaat houden. Wij hebben een dikke pot gekregen. Oké, Jon 3-3, maar dit ging toch veel te makkelijk. Gaf, dit ging veel te makkelijk. Dit is toch dik, gewoon met zo'n mailtje en als je dan gewoon gratis kaarten hebt in een half uurtje. Ja, ik vond het dik. Wij moeten nog trouwens 3 uur naar huis rijden, ik ben ook kapot.
laten we snel weer gaan. En voor de kijkers, tot volgende week. Later.